welkom bij Sporten met jouw vriend. We beginnen vandaag allemaal rustig op onze plaats met de joggen. Je mag rondjes lopen. Je mag rondjes draaien. En je mag van alles doen als je op de paas blijft staan, zolang wij in beweging blijven. Maar vandaag hebben we een emmer nodig. Vul hem tot de helft. Zet een leuk muziekje op. En zet mij even op poten. Jullie hebben het allemaal aangezet en gepakt en gedaan. Dan gaan we nou beginnen met de emmerpool. De emmerpool is eigenlijk vrij simpel. Je pakt een handdoek, een emmer. En je gaat vervolgens je rug lichtjes buigen. Let wel op, hij moet wel recht zijn. Je knieën lichtjes buigen. En dan gaan we rustig dit naar ons toe trekken. En we rustig laten zakken. Dat is de pull-up emmer. En die gaan wij doen. Dus, ga allemaal in houding staan. En we gaan beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even vasthouden. En laat maar zakken. En gooi even die armen los. Dat doe je zo. En dan draai je de molen weer. En dan ga je weer achteruit. Met je armen. En dan gaat ze voor je langs. Oké. Jullie hebben nog 5 seconden rust. Oké. We gaan direct iets doen. Dat is nieuw. Dat is vet. Dat is leuk. Maar dat is op tijd. Maar wij gaan verder. Allemaal meedoen. Kom op jongens en meisjes, dames en heren. Koeken en beren, reptielen en amfibieën, honden en katten. Ja, 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 ja. En we beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En even vasthouden. Kom op jongens en meisjes, vasthouden. En laat maar zakken. Oké, we gooien even de rechterarm omhoog en de linker gaat er onderdoor. En we trekken hem rustig naar ons toe. Dit is goed voor je triceps, je biceps en je schouderblad. En je schouder zelf ook. We houden we 5 seconden vast. 5, 4, 3, 2, 1. En wissel van kant. We gaan met rechtsonder gaan we naar links. En links trekken we naar ons toe. Vervolgens als je het hier vol trekken, dan ben je goed bezig. Dat houden wij weer 5 seconden vast. 5, 4, 3, 2, 1. En even losgooien. En dan gaan we verder. Voor de andere kant op. Voor de laatste keer. Kom op jongens en meisjes, jullie kunnen het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even vasthouden. Even vasthouden. Kom, kom. En goed gedaan jongens en meisjes. Applausje voor jezelf. Ik ben trots op jullie. Jullie hebben na 15 seconden rust. En ik ga even uitleggen wat het volgende is wat we gaan doen. Eigenlijk is het simpel. We hebben nog een keer de emmer nodig. Maar dan pakken wij hem iets verder af. Want we gaan de emmer swing doen. En dat is deze. Let op, er zit water in. Dus als je zeker weet dat het niet goed gaat, doen we het dan buiten. Het is overigens heerlijk weer. Maar onthoud 1,5 meter afstand. Zorg goed voor jezelf en je naasten. En luister goed naar de regering wat hun zeggen. Oké, jongens en meisjes. Jullie gaan meedoen. Kom op, we kunnen dit. Voeten zetten we iets uit elkaar. Rug recht. Benen lichtjes gebogen. En we gaan beginnen. 10 keer. Kom op. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. En nog een keer. En zet maar even voor jullie neer. Als het nat geworden is, dan even opdoen, zoals hier bij mij. Ach, de auto aan het dweilen, toch? Maar even rustig gaan. We gaan even rustig de rug losgooien en de heupen. We zetten de handen in de heupen. We gaan naar voren. En we gaan naar achteren, mensen. Naar voren, naar achteren.
Dit doe je 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we naar links en rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kun je even helemaal ronddraaien. En we gaan even de rug ook losmaken. We gaan naar links, rechts. En we gaan naar links. We gaan naar rechts. We gaan naar links. Pakken allemaal weer de emmer en de handdoek. En dan gaan we weer verder met de oefening, de emmer swing. Dus kom op. Oké, daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10. En rustig aan. En zet even rustig weg. Oké. We gooien nog een keer de rug los. We gaan weer naar links hangen. En naar rechts. 1, 2, 1, 2. Oké. Armen. Je hand op je borst. En je ellebogen naar voren draaien. En naar achteren draaien. Oké, dat doen we nog 1 keer. En dan gaan we naar de laatste. En dat is een nieuwe. Ik ga kijken of die gaat lukken. Als die niet gaat lukken, zijn jullie de eerste die ziet dat het fout gaat. Dus misschien krijgen jullie wel een primeur. Oké, een primeur, primeur. Ja, 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 ja. En dan gaan we weer. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En zet even rustig naar je neer. Als het weer nat geworden is, dan kun je weer gaan draaien, zoals ik. Hè. En zo blijf je huisje wel proper. Maar goed, oké. Okay. Ik ben benauwd. Oké. Okay. We gaan naar de laatste oefening. De laatste oefening is er eentje, die is nieuw voor mij. En jullie gaan mee proberen te doen. Dus ik ga hem eerst voordoen. En dan doen jullie hem na. Eigenlijk lijkt hij heel veel op de zijkant van je lijf trainen. Het is ook zo, alleen het is met een emmer die gevuld is met water. Dus als het fout gaat, dan is het hier helemaal hartstikke nat. Maar we gaan even kijken of het gaat lukken. We zetten de rechterarm naast ons lijf. We staan recht en we gaan omhoog. En we gaan omlaag. We gaan omhoog. En we gaan omlaag. Dit doen wij 10 keer. Oké, dus doe allemaal mee. Pak allemaal een emmer en een handdoek en vul hem met water. En we gaan beginnen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En we wisselen van kant. Pak hem in de rechterhand, handen. We pakken hem dichtbij het hengsel. We gaan weer hetzelfde doen, we staan recht. Onze linkerarm is naast ons lijf. En we gaan weer hetzelfde doen. Kom op, allemaal meedoen, dames en heren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 en 10. En even rustig aan. Deze doen we nog 1 keer aan beide kanten. Oké. Even je armen losgooien zoals ik doe. Of lekker raak doen op de muziek. Yeah. Geniet van die muziek. Yeah.
Goeie muziek. Even terug naar de... Even terug. Oké. We gaan nog één keer gaan met die oefening doen, links en rechts. En dan hoop ik dat jullie klaar zijn voor vandaag met sporten. Want dit is best een pittige workout. Dan gaan we verder. En kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En naar de andere kant. Kom op, nog één keer jongens, nog één keer, 10 keer. Kom op, jullie kunnen het, dames en heren. Oké, hier gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En laat maar zakken. Oké, dames en heren, goed gedaan. Ik ben zeer trots op jullie. Tot de volgende keer. Doei doei!